startend met de SM4 Pro, ons instapmodel. Deze heeft een 24 megapixel camera met Full HD video, wat betekent dat je hele mooie video's kunt maken en mooie foto's kunt maken. De triggertijd van deze camera is 0,6 seconden, wat betekent dat de camera 0,6 seconden nodig heeft om een dier dat voorbij loopt te detecteren, voordat hij een foto of video maakt. Elk van onze wildcamera's functioneren volgens dezelfde basisprincipes. Nou, wat bedoel ik daarmee? Elke camera heeft perssensoren die zowel beweging als warmte kunnen detecteren van de voorbijlopende dieren of mensen. Daarnaast zit er een lens in om de foto's en video's mee te nemen en zitten er infrared LEDs verborgen zodat jij 's nachts zwart-wit foto's kunt maken zonder dat de camera licht geeft. Elk van onze wildcamera's werken 24 uur per dag volledig automatisch, zodat jij niks meer hoeft te missen wat er in je tuin of in het bos gebeurt. Elk van onze wildcamera's heeft daarnaast een bereik van ongeveer 25 meter afstand. Je kunt ervoor kiezen om zowel foto's te maken, video's te maken of een combinatie van beide. En elke camera is daarnaast ook nog eens IP66 waterdicht, zodat jij de camera zonder zorgen buiten op kunt hangen. Elke wildcamera wordt geleverd met een installatieset. Met dit toestel kun je de wildcamera eenvoudig aan een muur bevestigen, door hier de meegeleverde schroefjes mee te bevestigen. Daarnaast zit er bij elke wildcamera ook een koord. Met het koord kun je de wildcamera om bijvoorbeeld een boom of een paal bevestigen, door simpelweg het koord achterlangs te bevestigen en aan te trekken met dit systeem. Elk van onze wildcamera's komt met een gedetailleerde handleiding in verschillende talen. Je kunt zelfs op de achterkant de QR-code scannen om toegang te krijgen tot instructievideo's en andere handige tools. Nou, hoe start je nou eigenlijk met zo'n wildcamera? Nou, dat is heel erg gemakkelijk en ik ga het jullie laten zien. Stap 1 is de camera openen en de batterijen in het compartiment doen. Stap 2 is het inbrengen van de SD-kaart. En stap 3 is de camera van off naar on zetten. De camera telt nu terug van 5 naar 0. En als de teller op 0 staat, betekent het dat de camera 24 uur per dag voor jou aan het werk is. Dat is nu op dit moment dus aan het gebeuren.